Ja, de voorman van de SP is op dit moment virtueel aanvoerder van de grootste partij van Nederland. Dan mag je dromen, en dus zou hij kunnen dromen, dat hij de volgende premier van Nederland kan worden. Emiel Roemer, zo is het toch? Ja, jij zegt het. Voorjaar 2012. SP-leider Emiel Roemer doet het in de peilingen beter dan ooit. Hij is de man die de oppositie aanvoert. Het is goede traditie bij de algemene beschouwingen dat de voorzitter van de grootste oppositiepartij als eerste het woord voert. En volgens mij staat de heer Roemer. En niet de voorzitter van de grootste gedoogpartij. Ja, voorzitter, ik had liever gehad, nu we dit opzetje voor het NOS Journaal hebben gehad, dat we gewoon kunnen beginnen met de inhoud. Roemer is sterk in het debat en geliefd op televisie. Hij is veel beter dan ik. Veel beter? Ja, veel beter. De Partij van de Arbeid zakt ondertussen steeds verder weg. En GroenLinks raakt intern hopeloos verdeeld. En dus is Roemer als voorman op links de gedroomde uitdager van VVD-leider Mark Rutte. En daarmee naar mijn idee natuurlijk ook een prachtig onderwerp voor een documentaire. Hoe bereidt de leider van de SP zich eigenlijk voor op de sprong naar de macht? Ik praat erover met Roemer. En hij durft het aan, tegen het advies van menigeen om hem heen in. Ik mag hem volgen, zonder voorwaarden vooraf. Want hij heeft niks te verbergen. Hij wil vooral een goed en eerlijk portret. 2 dagen nadat we de afspraak gemaakt hebben, mislukken de katshuisonderhandelingen en valt het eerste kabinet Rutte. Alles komt in een razende stroomversnelling. Nog geen 4 maanden later begint de campagne. Wij hebben de tijd mee, maar we hebben ook de mensen mee. En ik loop met hem mee, die hele campagne. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Vanaf het juichende begin tot het sombere einde. Langs slopende debatten, zuigende talkshows en afmattende peilingen. De weg van Sandbeek naar Den Haag blijkt lang en zwaar. Ik heb de speech voor het congres van morgen, 2 juni. Maar dit is de speech als ik morgen inderdaad tot lijsttrekker gekozen word. Nou, die kans is natuurlijk 100%. Ik schrijf het allergrootste deel zelf, maar ik laat natuurlijk wel me adviseren als ik er ergens niet uitkom. Of geef eens even wat informatie. En dan krijg je van wat mensen dicht om je heen, krijg je natuurlijk tal van tips. Want ik zou het toch zeker daarover hebben. Ja, dat ga je verzamelen en dan praat je met mensen over. En dan zeg je zo eens wat gedachten op papier en laat je zien wat meelezen. En is dit, lijkt je dat wat? En nou, die zegt van, nou, dit stuk vind ik niks en dat stuk vind ik, oh, dat vind ik heel mooi, dat raakt. We staan natuurlijk al geruime tijd goed in de peiling. En we hebben als SP natuurlijk al eerder bewezen een hele goede verkiezingsuitslag neer te kunnen zetten. Dus het is allemaal niet vreemd. En het geeft ook een stuk vertrouwen dat... Ja, dat zoveel mensen blijkbaar vinden dat we het als partij goed doen. Er ligt wel steeds meer druk. Vooral op geen fouten maken. Maar ik ben zelfs zo optimistisch dat ik denk van nou, wat kunnen we genoeg nog meer uithalen? En wat is het plafond wat u in gedachten hebt? Wat is, waarvan u zegt, ja, daar komen we echt nooit boven. 35? Ik zou niet weten waarom niet. Dat moet kunnen? Ja. Jo. Tot straks. Hoi. De SP is de partij om te verslaan. Maar misschien maakt me dat nou juist wel erg sterk. Ik denk dat ook een topsporter die aan de finale van de 100 meter staat... als hij om zich heen kijkt en denkt van nou, daar staan wel 7 anderen die minstens net zo snel zijn. Ja, dat scheelt wel een paar tienden van een seconde. Maar u durft nu wel te denken aan een medaille? Ja, zeker weten. Ja. Okay. Ja. Wij gaan een hele goede uitslag maken. Daar ben ik gewoon van overtuigd. Ik bedoel, ja, het zou wel heel raar moeten lopen als dat niet was. Hey.
Pardon. Voorzichtig met de koffie. Hoi. Meneer Roemer, SP staat toch goed voor in de peilingen, grootste partij. Wat betekent dat wat u betreft na 12 september? Nou, als dat zo blijft of nog beter wordt, dan vind ik dat wij het voortouw zouden moeten nemen of op zijn minst betrokken moeten worden bij regeringsdeelname. Wat is uw boodschap? We staan op een kruispunt. In de vaderlandse geschiedenis en de Europese geschiedenis dat het allemaal socialer zal moeten. En ik vind dat horen wij erbij om die stap te gaan maken. Dus regeringsverantwoordelijkheid gaan nemen. Partijgenoten, het zijn spannende tijden. Waarom? Omdat het belangrijke tijden zijn en omdat wij als SP het verschil kunnen maken. Wij zijn ons daar allemaal terdege van bewust. Er is nog maar één plek in het land waar we nog niet in vertegenwoordigd zijn, de regering. In weerwil van wat sommigen zeggen, dit land is toe aan een flinke scheut SP in de regering. Beste mensen, het zijn historische tijden. Als de uitslag op 12 september het mogelijk maakt, dan ga ik ervoor om de SP voor het eerst in ons bestaan in de regering van Nederland te brengen. Maar wel met een sociale agenda. Dat is immers de kortste en beste manier om het liberale tij te keren. De kortste en beste manier om een sociale weg uit deze crisis in te slaan. Ik ben er klaar voor. De SP is er klaar voor. Help mee te bouwen aan nieuw vertrouwen. Dus doe mee met de SP. Dank jullie wel. En dan zie ik je s'avonds bij het RTL-debat. Is dat in de Rode Hoed? Dat is ja. Dus in Amsterdam. Mm-hmm. Zit echt de hele dag zit je in Amsterdam. Dat is meer dan genoeg, denk ik, eigenlijk voor die zondag. Lowlands gaat dan niet door. Gaat Lowlands niet door? Lowlands die gaat niet door, die is ook afgezegd. Ja. Kom maar. Hey, maestro. Ja, dat is die woensdag de 29e. Dat is Hart van Nederland. Heb je eerst een interview op de achterbank met een heel gesprek. Met het camerateam, dus bijna alles. Dan rijden jullie gedurende de dag rijden jullie een stuk door Nederland heen. Ja. Maar wacht even, en dat is dan voor een item van 5 minuten? Nee, dat komt dan 's middags al en 's avonds. En dan gaat het over wie is Emiel Roemer, wat wil hij met Nederland en wat vinden de burgers van hem? Ik heb bij Hart van Nederland kun je erop aan dat in ieder geval onderwerpen zijn die heel dicht bij mensen staan. Heel persoonlijk. Heel persoonlijk, ja. Nou, dinsdag heftige dag met 's middags in Amsterdam een interview met NRC. En dan 's avonds het grote RTL-debat, 8 deelnemers in Carré. Ja. Dus moet je nog even, weet je nog wel van 2 jaar geleden. Iets met pieken en zo. Ik denk dat ik dat dan vergeten ben. Ik kan nog maar zeggen dat je in ieder geval niet te laat hebt. Nee. Als op 3 zetels. Ja, ja. Dan is die woensdag het noordelijk verkiezingsdebat, waarvan ik vandaag heb gehoord dat in ieder geval Rutte daar niet heen gaat. Okay. Die sturen Schippers. Zou het idee zijn? Dan zou hij Renske naartoe kunnen sturen. Als Schippers daar zit, dan misstaat het eigenlijk als jij er zou zitten. En als Renske er zit, kan de organisatie nooit klagen, want dat is hebben ze een heel mooi debat. Nou, die twee zitten dan mutje vol. Wat is het verkiezingsschala Paradiso BNN?
Daar wordt nog over gesproken, want dat is wat BKB doet samen met in Paradiso. Dat ik zit daar niet op te wachten. Nee, maar het is 8 uur. Is hij klaar? Moet hij afgesminkt worden? Moet hij hij is eerder klaar, denk ik hoor. Want een van de achterbad begint meestal na het 6 uur nieuws. Ja, maar dat doen ze altijd als ze naar vragen stellen uit, met mensen. Zeker, want dat gaat nog even op internet door. Ja, precies. Dat was de vorige keer ook. En daarna word je ook nog even uitgenodigd om nog even na te praten met de studenten. Dat is echt leuk. Ja. Ik heb geen zin om dan overhaast weg te gaan rennen. Zou ik ga geen tweede helft kijken. Want de zondag zou er ook alweer 2 keer staan. Ja. Maar dat is allemaal nog niet zeker, hè? Het lijkt hier bijna een beetje op overkill allemaal. Ja. En sterker, Jan. Als jij het niet zegt, zeg ik het wel. Maar jij mag het ook zeggen. Wat ik in Boksmeer gedaan heb, ga ik daarna ook doen. Puinruimen. Over 3,5 week is het 12 september. En vandaag geven we het startschot voor de campagne, voor die 3,5 week. En we staan er goed voor. We staan er heel erg goed voor. En dat maakt anderen heel zenuwachtig. En dan gaan ze hele rare dingen doen. Dan gaan ze rare dingen zeggen en dan gaan ze op de mand spelen. Zo hebben ze de media willen doen geloven deze week dat onze Emiel er in Boksmeer een potje van gemaakt zou hebben toen hij wethouder van Financiën was. Dames en heren, zijn VVD-collega-wethouder zegt nu: oh, dat zijn allemaal politieke spelletjes, die uitspraken. Emiel was een fantastische gemeentelijke schatbewaarder. Dames en heren, blijf in uzelf geloven en geloof de praatjes niet die anderen verkopen over ons. Had je dat verwacht, dat zo'n storm zou worden op Nee. Als je letterlijk kijkt wat er in de dikke vandalen staat over je lijk, dan staat er gewoon je ernstig, je stevig ergens tegen verzet. Dat is letterlijk betekenis. Ja. You are quite famous now after your remark about over my dead body. Yes. What is your idea of European integration? Europese integratie vind ik van ontzettend groot belang. European integration is real big importance. Ik weet nog het beeld dat u het s'avonds bij Nieuwsuur had teruggenomen. Nu nuanceerde ik dat weer. Ik heb van helemaal niet zo. Ja, één vraag kon ik niet beantwoorden. Wat over my dead body op zijn Japans is. Als je hem daar, gewoon hier ergens zo. Met de stift op de muur over uw linkerschouder kijken naar de camera. Ja, geweldig. Die kleuren hebben jullie. Zijn we allemaal rood? Dat is lastig, hè? Nee, moet iedereen even bij hebben. Ze hebben die van D66 hebben zo een CDA genomen en dan heel veel wassen. Ja, dat hier ook. Hè. Dat hebben ze hier ook gedaan. Ja, dankjewel. Sure, sure. Hoe is het? Hi, Max. Ik paniek de lijn. Zo. Je moet hier achter. Ik vind het is de zwarte lijn. Ja. Heel goed. Dat zegt alles. Dat zegt alles. Dat zegt alles. Steeds gewoon overal iedereen heen komt. Ja. Nee, tijd voor een lijsttrekker van 2,30 meter. Ja. Oh, die hebben we al. Is dit nou het Nationaal Kabinet? Ja. Prima. Hartelijk dank. Iedereen? Oké. Wacht eens. Oh, wacht even. Oh, wacht. Oh, zo erbij. Dat is ook een mooie boel. Oké, okay. Super. Ja. Mooi. Oké, okay, dankjewel. Leuk. Schets eens even zoals jullie denken dat vanavond de avond gaat lopen. Hoe zit het in elkaar? Zou je zeggen hoe dat de RTL al bedacht heeft? Ja, dat willen we eens eerst doen. We beginnen om 8 uur. Ja. Het hele programma duurt 3 uur, maar de laatste is een nakwaak, denk ik, van Groen Paul en nog wat, Marco Passers en zo. Maar een filmpje. Maar dus, steeds is er een filmpje. Iedere deelnemer krijgt 30 seconden en dan ga je met elkaar discussiëren. Nou, dat is redelijk een kwartier volgens mij, hebben ze er ongeveer voor. Europa, zorg, economie en leiderschap. Nou, dat zijn 4 mooie thema's waar iedereen iets over kan zeggen. Dus in theorie moet dat goed kunnen gaan. En dus het laatste punt, leiderschap, dat is eigenlijk van een andere orde. Dat is meer, dat gaat eigenlijk over welke regering moeten we krijgen. En dat is denk ik voor heel veel kijkers ook uiteindelijk de vraag. Want ze zullen hun best doen om het allemaal te begrijpen. Maar ik denk dat de meeste mensen toch... Dan kun je ook mooi vertellen wat voor land we willen. Ja. Wat jij met Nederland wil, dat is natuurlijk een mooi moment om eens even wat...
een visie te geven. Ja, er is één ding dat een beetje speels moet zijn, of dat zo werkt, dat weet ik niet. Moet je koffie hebben? Of, ja. Dat is dat je een joker in kan zetten. Dus in een debat kan je op een gegeven moment zeggen, nou wil ik met jouw Samson of met jouw Wilders of met jouw Rutte één op één. En dan wordt er een, dacht ik, een minuut of vier vrijgemaakt. Dan mag jij 30 seconden iets zeggen, specifiek op dat thema. Mijn idee en mijn voorstel, mijn suggestie is dat ik een bij Rutte inzet. En met name op de zorg. Ja. Dat is ons onderwerp waar... Kijk, de VVD weten we nu inmiddels met het verkiezingsprogramma dat ze de hele ouderenzorg en de hele thuiszorg compleet willen afbreken. En mensen het allemaal zelf moeten doen. Nou ja, dat is natuurlijk aanval nummer 1. Ik bedoel, dat is het compleet uitkleden van de gezondheidszorg van Nederland. Een hele toegankelijkheid. Dus dat moet mijn aanval zijn. Je zag van de week bij het debat tussen Rens Gleijten en Ede Schippers ook dat we daar helemaal overeind zijn. Nou, kijk, wat je daar ziet gebeuren, dat gaat vanavond ook gebeuren. Schippers die daar in één keer uit de Hoge Hoed probeert een beeld te schetsen van de leraar en de verpleegkundige die samen meer dan 90.000 euro verdienen, die zijn dan de klos. Volgens mij kan ik zo'n fles wijn zetten op de eerste de beste echtpaar waarvan de een 10 jaar leraar is en de ander 10 jaar verpleegkundige die meer dan 90.000 euro verdient. Die ga je niet vinden. Nou, help eens even sparen. Als we het over Europa gaan hebben, waar gaan ze over beginnen? De rug naar de wereld. De rug naar de wereld, buiten de werkelijkheid, we hebben niet in de gaten. Nederland is een eiland. En ja, dat zijn allemaal zaken die ik gezegd heb. Ik heb in het onderwijs gezeten hoor. Bij de DOK-rechtskunde geven. Ik heb eigenlijk nooit gezegd dat Nederland een eiland was. Ja, dat is dat je staat alleen in. Even niet alles tegelijk, even vreemd. Als Wilders komt, komt hij van de andere kant. Hè? Wilders komt van, ja, meneer Roer, u doet wel kritisch, maar u bent eigenlijk een verkapte eurofiel. Ja. Dat is, hè, bedoeld. Als ik daarmee bedoel dat ik voor samenwerking in Europa ben, ja. Ik zit er niet op te wachten om hier anderhalf uur bij Venlo voor een slagboom te gaan staan met mijn paspoort in de hand om de grens over te mogen. Maar Wintjes zegt dat je een vijand van Brussel bent en Wilders zegt dat je een vriend van Brussel bent. Ja, ja. Ze moeten ook maar eens bellen met elkaar. Ja. Een beetje afstemmen die aanval. Die is wel heel erg leuk. Verwacht u dat de aanvallen fel zullen zijn, bijvoorbeeld van Wilders eergisteren, van Rutte gisteren? Nou, als ik zie wat ze de afgelopen dagen gedaan hebben, dan wordt het heel fel. Doet u dan ook fel terug? Nee, ik heb dat nooit gedaan en ik zal het ook nooit doen. Ik zal alle vragen netjes beantwoorden, ik zal alle aanvallen pareren en ik zal elke keer blijven herhalen waar ik voor sta. Een beetje meeveren en op 12 september de knock-out? Als dat zou kunnen, graag. Het was een mug. Ik ga het even proberen. Dat moet er wel kunnen. Ja, ze zet echt alles in om voor mijn stuk te krijgen. Maar... Ja. Dat ook nog kan. Ja. Even overhoor, pagina 423. Derde zin. Begin met de. Wat is de volgende? Europa. Zorg. Economie. Hey. Alles goed? Voor mij wel. Oké, stel me niet teleur, hè. Ik ga mijn best doen. Er is al uitgelegd loopje en zo. En, nee. Nee? Nee. Oh. Dus je komt eigenlijk zo de ingang in. En hier staan die vier kathedertjes. En het is de tweede, deze. Dat is heel makkelijk. Deze. Ja, ja. Oké. Okay. Dus je komt hier achter het gordijn zo vandaan. Oké, daar naartoe. En die knop, dat is de aandachtknop. Die je één keer mag gebruiken. Ja, voor mij mag je niet. Maar goed. Ja, nou. En Frits staat hier. Even kijken. Je komt als laatste op. Oké. Okay. Ja? Tot zo. Hey, dankjewel. Ik wil het best doen. Ja, veel plezier. Dank u wel. Dat is leuk als laatste. Ik sta hier straks. Dus mocht je echt...
goed plan. Nou, de premier Mark Rutte van de VVD, Amy Roemer van de SP, Geert Wilders van de VVD en Diederik Samson. Ja, Jeroen Pauw en jullie zijn allemaal in de hand aanwezig. Waar ga jij naar kijken? Nou, ik ben natuurlijk benieuwd. Nou, er zijn twee mensen die iets te halen hebben en er zijn twee mensen die iets te bewaren hebben. Rutte en Roemer hebben vooral te bewaren, die staan heel hoog. En Wilders en Samson hebben veel te halen. Dus voor Samson is eigenlijk degene die nu voor het eerst in dit strijd heeft. Dus dat kan heel spannend worden. Dat we te veel moeten bezuinigen. Of dat we slim moeten bezuinigen, zodat je ook nog geld overhoudt om te investeren. En je mag best de defensie kiezen. En je mag best de defensie kiezen, maar ik vind de meeste Nederlanders wel. Wat kan er misgaan, joh? Wat kan er misgaan? Helemaal niks. Het is zondagavond 26 augustus, 16 dagen voordat Nederland weer naar de stembus moet. Welkom bij het RTL Premiersdebat vanuit de Rode Hoed in Amsterdam. Hier is uw debatleider van vanavond, Frits Wester. Meneer Roemer, mensen noemen u vooral aardig. Dat hoor je in alle commentaren. Maar er is ook hier en daar, dat lees je overal, wat twijfel of u wel het land zou kunnen leiden. Wat maakt de oud-wethouder van Boksmeer tot de nieuwe premier van Nederland? Kijk, alles heeft een eerste keer. Dat gold ook voor Mark Rutte toen hij premier werd. Voor hem was het ook nieuw. Dat gold voor Balkenende, dat gold zelfs voor Drees. Ik had nooit op deze plek kunnen komen als ik natuurlijk niet een heleboel dingen in mijn mars had. Dan had ik geen leraar voor de klas kunnen zijn, had ik geen locatieleider op school kunnen zijn, had ik Boksmeer niet kunnen besturen als wethouder, dan had ik een fractie niet kunnen besturen zoals ik dat gedaan heb en in de peilingen groot heb gemaakt. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat ik dat kan. En laten mensen over 4 of 5 jaar me oordelen of ik het kon. U heeft zelf gevonden dat u klaar voor bent? Ja. Oké. Okay. Meneer Roemer, u wilt iemand uitdagen? Ja, graag met de heer Rutte in debat. Ik wil zeggen, onder de zorg, 4 minuten voor u bij de heer aan de tafel. Meneer Rutte, we gaan het dadelijk vast een kwartier lang hebben over de kosten van de zorg. Maar ik wil er één ding uithalen waar heel veel mensen zich verschrikkelijk veel zorgen over maken. Fors verhogen van het eigen risico. Leg mij en Nederland nou eens uit waarom u nou zo voor het verhogen van het eigen risico bent. Dan leg ik daarna uit waarom ik dat een heel onverstandig idee vind. Ik ben niet voor het verhogen van het eigen risico. U bent fors voor het verhogen van het eigen risico. Nee, het gaat alleen maar omhoog. De afgelopen jaren alleen maar omhoog gegaan. U wilt de kosten omhoog om naar de dokter te gaan. Een eigen risico voor de dokter. Nee, staat gewoon in het verkiezingsprogramma. U wil lichtgeld. Staat gewoon in het verkiezingsprogramma. Nee, in het Koendersprogramma. Nee. Staat er gewoon in. U gaat gewoon naar de kosten Een heel gemiddeld gezin. Hij werkt als verpleegkundige, zij werkt in het HBO. Die gaan bij u dadelijk 2000 euro per jaar meer betalen aan de zorg. 75% van de mensen gaat al vooruit. Als je meer dan 90.000 euro betaalt, mag dus die wijkverpleegkundigen en die leraar in het HBO, dat zijn voor u grootverdieners? Nee, maar dan begrijp ik het verschil van mening. Ik zet er een fles wijn op. Ik vind als de wijkverpleegkundigen en de leraar in het HBO geen grootverdiener. U blijkt er wel. U mag terug naar uw plaats. Nederland is een prachtig en een sterk land. We zijn het ene rijkste land van Europa. We hebben de gelukkigste jeugd van de wereld. En met 20 medailles een fantastisch resultaat van de Olympische Spelen. Er is niets mis. Heeft hij ook nog gedaan. Goed zo. Op enig moment in het debat zag ik een soort vertwijfeling op uw gezicht toen u bij Mark Rutte over het eigen risico begon. Ik had me voorgenomen om te proberen er een inhoudelijk debat van te maken. En ik denk dat lukt. Emiel Roemer, de kop is eraf. Het is niet dat je zegt, ik heb een lekkere wedstrijd. Nee, ik denk eerlijk gezegd dat u dat ook niet heeft gespeeld. Kunt u er nog aan doen? Nou, er komen nog 7 debatten. Dus, De minister-president die zegt dat het risico niet 350 euro wordt, dat is wel afgesproken.
En dat moet je niet zeggen in een debat. Je mag in een debat niet als minister-president een, ja, iets zeggen wat echt niet waar is. Het gaat van 220 naar 350 euro. En als je dat doet, waar je er zelf verantwoordelijk voor bent, ja, dan ga je toch wel, dan ga je een, eigenlijk een grens over. Het is dus gewoon niet waar. En dat moet ergens wel gezegd worden. Het gebeurt niet vaak dat een politieke partij in één dag in een peiling 8 zetels kwijtraakt. Maar het overkwam de SP vandaag wel. Kijk, ik heb natuurlijk ook teruggekeken en dan denk ik van ja, juist op het punt van de zorg. Waar ik denk van nou wil ik daar... Nou ga ik scoren, ik druk op die bel. Rutte, nou, kom jij maar hier. Nou, niet alleen scoren, maar ik heb hem ook letterlijk gewoon de vraag gesteld. Leg jij mij nou eens uit waarom jij vindt dat het eigen risico omhoog moet. Dan leg ik daarna uit waarom ik vind dat het heel onverstandig is. Ja, en tot mijn stomme verbazing, je vroeg het helemaal niet. Ja, daar was ik door van slag. En dat mag natuurlijk nooit gebeuren, zeker niet in zo'n debat. En dat kun je jezelf verwijten. De Partij van de Arbeid zit de SP op de hielen. Kan Emiel Roemer tijd nog keren? Hij is hier. Hoi Emiel, geef even een hand. Hey, goed met jou. Ja, goed. Ja, ik volg met veel plezier de verkiezingsstrijd. Ja, ik ook. Het gaat echt ergens over. Het kan echt nu alle kanten op vliegen. Maar ik heb toevallig vanochtend op onze eigen website een groot stuk van Maurice geplaatst over de invloed van debatten. Ik moet even kijken, die heeft echt zitten analyseren van wat er nou precies gebeurt. Iedereen roept van ja, nou ja, Samson deed het goed en jij deed minder. Nou ja, al die uitslagen ken je. Maar Maurice heeft het in allerlei grafieken nog eens zitten uitsplitsen. Wat er nou precies gebeurt. Dat bommetje vol. Ja, mooi. Dit is echt feest. Kort voor 11 moet je je handtekening zetten. Voor het roze manifest. Waar is dat? Dus ben jij ook daar op de kamer. In Den Haag volgens mij komen ze naar je toe anders. Oké. Dan ga je door naar de Libellen. Om 12 uur moet je daar zijn. En dan gaan we door naar het Radio 1 debat. Dan heb je één vandaag. Ja, wat is dat precies? Dan kom je in de studio. En daar praten ze door op basis van datgene wat ze gemaakt hebben. Maar hoe lang is dat? Ja, een minuut of 10 of zo? Ja, een minuut of 10. Dan ben je er wel geweest. Dan heb je nog filmpjes erbij enzovoort. Ja. En dan gaan we door naar Utrecht voor 's avonds knevelen van de Brink met Rutte. Op 3 thema's, op zorg, economie en veiligheid. Wie zit daar meer bij? Dat radiodebat lijkt mij, ik weet niet, maar nog meer dan op televisie, wordt dat altijd een beetje gekibbeld. Ja. Een beetje kibbeldebat. Ja, maar het grootste nieuws is vaak wel, wordt wel bij de radio gemaakt. Ja. U draait en u bent niet eerlijk, was bij het radiodebat. Want er zijn heel camera's bij, hè? Maar ook daarvoor geldt dat we straks even een setje moeten maken met dingen die je wil vertellen. Ja. Want in korte zin setjes maken van. Ja. Bij Wilders zou de lijn moeten zijn. Kijk, meneer Wilders, u heeft 2 jaar lang de tijd gehad. 2 jaar lang de tijd gehad om uw wil over Europa tot kabinetsbeleid te maken. U had maar 1 keer te moeten zeggen: dit doen we niet. En dan was het niet gebeurd. Maar u heeft 2 jaar lang heeft u gevoeterd, maar het kabinet niet weg durven stemmen. Als ik zeg dat de heer Roemer ongeveer de koning van Afrika is, omdat hij de enige partij is die een paar miljarden bovenop ontwikkelingshulp doet. Als ik zeg dat de heer Roemer de eigen mensen van de SP in de straten en wijken die last hebben van Marokkaans tuig. Laten we het gewoon maar noemen, meneer Roemer, zoals het is. Marokkaans tuig. En als de heer Roemer dan als een schaap naar het plafond kijkt en zegt dat ik niet fatsoenlijk bezig ben, dan is dat niet inspelen op gevoelens, dan is dat inspelen op de realiteit. Het is een watje, een aardige man, maar een watje, de heer Roemer, als het gaat om het aanpakken van criminelen, als het gaat om het aanpakken... En weet aanpakken... je wat nou het leuke is, meneer Wilders? U hebt 2 jaar in de knoppen gezeten en heeft er geen ene malle moer aan gedaan. U had de kans om daar iets aan te gaan doen. U heeft vol bezuinigd op integratieproblemen in de grote steken. Nee, wacht even, want het publiek hebben gevraagd niet te klappen. U heeft bezuinigd, echt bezuinigd op die grote stedenbeleid. U heeft bezuinigd op die wijken. U heeft bezuinigd op de integratie. U heeft de kans gehad. En wat mij betreft blijft het daarbij. En laat mij het dan maar na 2012. Enige. Dat was een leuk debatje, toch? Toch? Echt. Er staan 30 in de peilingen, de SP. En als een komeet zijn ze omhoog geschoten in die peilingen. Maar sinds Emiel Roemer zich in de campagne stortte, gaat het ook weer keihard naar beneden. Zou er soms een verband zijn? Aan de top komen is makkelijker dan er blijven. Dan komt er pas echt tegenwind. Ze stonden op 38 zetels in onze vorige peiling, vorige week. En ze gaan nu naar 30 zetels.
En dat komt onder andere door ondermaats presteren in het eerste lijsttrekkersdebat. En al eerder bleek dat feiten en cijfers soms een probleem zijn voor Roemer. De begroting van Defensie bedraagt hoeveel? 7,5 miljard. 7,5. En de Engelse taal, hoe zit het daarmee? Beheerst Roemer die wel voldoende voor een toekomstige premier? U zei net, ik wil de aanval openen op Rutte, maar het lijkt te gaan tussen Samson en Rutte. Ook net in het Radio 1-debat. Nou, we zullen eens afwachten. We staan in de peiling op 30. Twee keer zo groot als dat we nu in de Kamer hebben. Dus we moeten het nog maar eens zien. Zonder jou was deze strijd al lang gestreden. Zonder jou gingen mijn pijlen niet zo gruwelijk naar beneden. Zonder jou, Diederik, ging het alleen nog maar tussen ons twee. En zonder jou werd een van ons volgende week gewoon premier. We beginnen met het nieuws van vanavond, meneer Roemer. De peiling van Nieuwsuur, waarin de Partij van de Arbeid, de SP, is gepasseerd. Ja, we dachten eigenlijk dat wij hier een premierkandidaat aan tafel hadden. Is dat nog zo? Of zegt u van nou... Ja hoor, ik ben nog steeds kandidaat. Maar bent u geschrokken van die peiling? Nou ja, ik heb natuurlijk de laatste week behoorlijk wat over je heen gehad. Ik draai al 30 jaar in de politiek mee. Hoge bomen vangen veel wild, maar ik heb een stevige bas dus. Vanmiddag was dat hele lange debat op Radio 1. Ja. Twee uur lang. Het leek wat saai te worden tot dit moment. De eigen mensen van de SP in de straten en wijken die last hebben van Marokkaans tuig. Laten we het gewoon maar noemen, meneer Roemer, zoals het is. Marokkaans tuig die de straten onzeker maakt en onveilig maakt. Die je op moet pakken en het land uit moet knikkeren. En als de Roemer dan als een schaap naar het plafond kijkt en zegt dat ik niet fatsoenlijk bezig ben, dan is dat niet inspelen op gevoelens, dan is dat inspelen op de realiteit. Het is een watje, een aardige man, maar een watje, de heer Roemer, als het gaat om het aanpakken van criminelen, als het gaat om het aanpakken... En weet je wat nou het leuke is, meneer Wilders? Meneer Roemer. En uw kiezers hebben wat? Daar last van. Hoe kwam dat over? Krijg mijn antwoord ook nog... Ja, dan komt hij nou okay. Nee, dat hebben we niet gezien, nee. Ga je dat eerst doen? Nee, zeg, mag u nu live geven. Maar. Nee, die moet je laten zien. Dus in de hits van de strijd moet je dat laten zien. Ja. Ik ben bang dat fragment niet klaar staat, dus reageert u maar als u wil. Het gaat heel goed met de SP, totdat de campagne begint. Dan gaat het ineens flink bergafwaarts. Terwijl concurrenten, zoals bijvoorbeeld de PvdA van de heer Samson, juist vanaf dat moment profiteren. De Partij van de Arbeid stond gisteren op 25 zetels, staat nu op 27. De SP is van 29 naar 27 gegaan. De SP lijkt in een vrije val terecht te zijn gekomen na het debat van afgelopen zondag bij RTL 4. De Partij van de Arbeid gaat door en stijgt weer twee zetels vandaag. En die twee gaan ten koste, dit keer van de SP, die weer verder weg zakt. Ziet de VVD en de Partij van de Arbeid verder doortrekken. Uiteindelijk naar 35-35 vandaag. En je ziet, nou, helaas, ik moet het zeggen, de SP van 23 naar 20 zetels dalen. Meneer Roemer zit bij ons aan tafel en zakte 3 naar 20. Wat was het hoogste waar meneer Roemer gestaan heeft? Bij mij 37 zetels. Oké, dat zijn er 17 in 2,5 weken. Nou, het was iets langer geleden, nou ja, maar... Ja. Heren, welkom. Peter, ik zie een stapeltje telegraaf voor je liggen. Ik begin met jou. Ik wil graag eens klip en klaar van u horen. Bent u van mening dat de Telegraaf een campagne, een hetze tegen u en uw partij heeft gevoerd? Nou, dat gaat allemaal veel te ver. Bent u niet een beetje bang voor de Telegraaf? Dat u nu ook zegt, het valt wel mee. Want het valt helemaal niet mee. Ik weet waarom ik de politiek in ben gegaan. Ik sta stevig in mijn schoenen. Maar je wilt ook voorkomen voor verkiezingen, wil je ook voorkomen dat mensen dan gaan zeggen, als ik daar opmerking over maak, oh, daar heb je Calimero weer. En dan denk ik van, moet je kijken hoe het eruit ziet. Ja, maar wees gewoon eens eerlijk. Wees gewoon eens eerlijk. Dan. Ja, je mag niet alles zeggen, denk ik dan, soms wel eens. U heeft het over stevig in uw schoenen staan. Ja. Dat heeft ook met geloofwaardigheid te maken. En ik moet u eerlijk zeggen dat ik niet goed kan plaatsen dat als de Telegraaf voor de verkiezingen een verkiezingsspecial maakt met de 6 lijsttrekkers, dat u dan heel braaf op komt draven bij die krant. We hebben heel veel kiezers bij de Telegraaflezers. En ik wil de kiezer van onze kiezer, dus ook de Telegraaflezer, die wil ik gewoon mijn verhaal laten lezen. Ik bedoel, dat zijn de enige twee pagina's in de hele Telegraaf van het afgelopen jaar waar ik invloed op had. Was het niet waar wat ze opschreven?
Het is vooral ook de toon die gezet wordt. Het is veel suggestief wat gedaan wordt. En dat is, maakt het nog veel moeilijker als er een keiharde leugen in staat. Die SP kost banen. Waar of niet waar? Nee, dat is niet waar. Oké, maar op termijn toch wel? Nee, dat is op termijn ook niet waar. Omdat wij voor andere banen kiezen dan de pullenbanen van de VVD. Kost fulltime banen. Maar heeft u dan toch niet een strategische fout gemaakt? Bij mij ontstaat nu een beetje het beeld dat u op de barricade, hè, waar u zich zeker voelt, daar bent u de waakhond voor de Nederlander die het minder heeft. Maar als dan een keer het grootkapitaal, de Telegraaf, u binnenroept, dan komt u als een schoothondje braaf een pootje geven aan de hoofdredacteur. Nee, dan, ik denk dat je het een beetje overdrijft. Ik denk dat je het overdrijft. U was lange tijd een van de meest populaire politici om in een coalitie te hebben. Een beetje een soort van allemansvriend. U zat in 44% van de stem, maar uiteindelijk haalde u maar 13%. Dat komt omdat uiteindelijk het vertrouwen in u het laagste is zo'n beetje van alle politici. Dat is heel gek. Ik maak het nog gezelliger vanavond. Ja. Is dat niet dat over my dead body van uw campagne? Is dat niet een beetje een soort van het begin van het einde, het begin van de dood van de campagne van de SP geweest? Die willen. Karaktermoord. Hè? Karaktermoord. Ja. Even fijn afsminken. Oh ja. Ja? Warm doekje. Blij dat het erop zit, Emiel? Ja, ja. Ja. Nee, dat was niks. Huh? Dit was bijna karaktermoord. Huh? Je kreeg geen schijn van kans. Alleen maar domme aanvallen. Maar ja, hoort er blijkbaar ook bij. Wat stoorde je het meest? Ja, je krijgt niet echt de kans om er iets van te zeggen. Want de Telegraaf heb je zo niet eens meer nodig, hè? Nee. Qua tegenstander. Nee. Tja. Merk aan je dat je ook een beetje aangeslagen bent, hè, nu? Inhoudelijk gesprek van maken, kritische vragen stellen, wat hoort erbij. Maar je moet wel de kans krijgen om iets mee te doen. Mm-hmm. Puur alleen de ene bagger naar de andere over je heen laten gooien. Ja. Dat voelde in ieder geval niet lekker. Het lijkt me wel moeilijk, het ondermijnt natuurlijk wel je zelfvertrouwen, hè? Op deze manier. Nou, nee. Nee? Nee. Echt niet? Nee. Het mooie is dat de sympathie van de mensen is er zeker niet minder op geworden. Nee. Dat merk je echt gewoon overal. Maar dan heb je de sympathie van de underdog, zeg maar, hè? En eerst had je de sympathie van de premier. Ja. Ja. We moeten het later maar eens nog een keer goed evalueren. Je hebt het niet gezien, hè? Nee, want ik zag jou niet voorstellen. Ik heb geen tv, want ik ben net... Nee, je was aan het sporten, maar... Ja, en? Je moet maar niet terugkijken. Ze hebben daar keiharde karaktermoord gepleegd bij de VARA. Om Samson naar boven te halen. Bijna een opzet. Ja.
Nee, proost. Ja, santé. Hopelijk prikken de mensen dat ook doorheen. Dat hoop ik. Nou, wat ik op aan reacties zie, absoluut. Ja, lekker. Ja. Ik heb hem daar niet genomen, dus ik denk van... Ik koffie wel eens ik had er wel zin in. Ja. Nou, nog één dagje en dan... hè? Zo is het. Het slotte debat dat is met de zes grote, dus met Rutte, Wilders, Pechtold, Samson, Buma en jij. En het onderwerp van het slotte debat is vertrouwen in de politiek en duidelijkheid geven met jou en Samson. Het debat biedt veel mogelijkheden. Ja. Ik wil er toch ook meer op inkomen. Niet alleen op werk, maar ook op inkomen houden. En ik vind toch, we gooien onze eigen dingen erin. Is goed. Oké. Okay. Dan typen we hem zo. Jij moet naar de overkant. Naar de overkant. En dan stuur Peter even. Dan kan hij even meedenken. Tot morgen de stembussen sluiten, gaat de campagne gevoerd worden in de grote steden. En wat merk je voor reacties? Redelijk positief. Ik bedoel, de afgelopen dagen wel iets meer mensen die zeggen van... ik ga toch jammer voor jullie deze keer. Ik ga de anderen stemmen. Zo zie je ook nog wel een verschil in het beeld in de media en op straat. Het matcht niet. Ja. Veel twijfelaars ook, merk ik zelf nog. Ja. Veel. Ja, er zijn wel gevoelsmatig veel meer zwevende kiezers dan ooit tevoren. Ja. Want dat maakt het debat vanavond ook interessant. Veel reacties gehoord op de Wereld Draait Door van gisteren? Ja, ik wil een heleboel. Ik stond bij het station vanmorgen en mensen spraken er schande van. Bagger. En die VVD'ers met wie ik stond te flyeren, die spraken er ook schande van. Ja. Het was echt, kijk, pittig, dat het pittig aan toe gaat, oké, maar dit was echt... Maar het heeft ook te maken met de sfeer die gecreëerd is. En daar gaat nu iedereen aan voldoen. Al die journalisten gaan aan dat beeld voldoen. Ja, maar als je politieke tegenstanders dan ook zeggen van nou, dit was gewoon verschrikkelijk. Dan, dan zijn we wel op het punt aangekomen dat we dat met z'n allen denken van wat is dit nou nog de weg in? Samen met sociale partners hier een verbond maken na de verkiezingen vanaf morgen dat wij samen die plannen gaan uitvoeren en dat we niet ons tweeën uit elkaar laten splijten door de rechtse heer aan de overkant. Goed zo. Hij laat zich niet. Hij heeft niet de kaart van Boon laten. Top. Heel erg goed. Alsof iemand hier geen stabiel. Jezus, ja. Heel goed. Oké. Landgenoten. Het is horen wat ze over je zeggen op tv, jongen. De eerste twee fragmenten waren allebei van jou. Waarom? Het verhaal van Sodomiet en de Hoop in je stabiele regering. En het verhaal van... door de rechtse heer aan de overkant. Ik heb al eens eerder gezegd, en al veel vaker gezegd... één zekerheid hebben we. U en ik halen samen geen 76 zetels. Draait het toch een beetje om wie wordt de premier? En kom maar! Bier! Die zei bier! Alles aan doen om de belangen van gewone mensen in Nederland te verdedigen en in die zin stappen vooruit te maken. Ik
stappen vooruit. Ja, stappen vooruit. Dag Jan. Dag jongen, ga je even zien. Ik moet even een fatsoenlijk papiertje. Heeft u nog papier bij? We gaan naar Scheveningen. Daar is de VVD. Rutte die is hier ook al aangekomen in Scheveningen om er een understatement te gebruiken. De VVD wil graag weten wat de kiezer heeft besloten. En Mark Rutte, kijk eens even daarboven. Herkent u het nog? Het Carlton Beach Hotel daarboven in de suite. Daar zit Mark Rutte. 2 jaar geleden stond hij voor het raam te zwaaien. De vraag is hoe groot wordt de PvdA? Amsterdam, Pim Verhalen. Ja, Wouter Bos is zojuist gearriveerd met zijn vrouw. Daar hebben we beelden van. Dat zegt toch wel iets, want die komt alleen maar als er een feestje te vieren valt. En kunnen ze straks überhaupt nog juichen bij de SP in Den Haag? Jeroen van Dongelen. Moet dat nou echt? Ja, juichen gaan ze zeker. Want het feest is begonnen hier bij de SP in Den Haag. Kijk, feestvieren kunnen ze wel. De muziek is er, de mensen zijn er helemaal klaar voor. En kijk, daarboven is daar allemaal ballonnen. Die komen straks naar beneden als Emiel Roemer hier zijn overwinningsspeech komt houden. Want zoveel is wel zeker, de SP gaat heus zetels winnen. Dat is het goede nieuws. 20. Ja, dan kom de messenger. En jij? Ja, kom op. 23. 23, oké. Een beetje van stemming erin te houden. Ja, is goed. Ja. Gaat het? Ja, nou... Ja, je ziet er ook echt... Hoe uit, ja. Oh, ik moet jou nog iets geven. Namens Pia, heel veel succes. En dit moest ik je geven. Is Pia ook mee? Nee. Theo wel, hè? Ja. Ik ga je vragen of je langzamerhand naar het scherm wil gaan om 9 uur. Noteert u even mee de voorlopige prognose, dus waar wij het net over hadden. Om 9:30 de definitieve prognose. Dan zijn ook de allerlaatste stemmen meegeteld uit die exit poll. Ja, het is even kijken op de klok. Hoe ver zijn we? We hebben nog 20 seconden. Ja, heb je het land nog iets belangrijks mee te delen? Nou, dat ik dat zo hier ga vertellen. Het is nu nog leeg. Ja. Zometeen is het vol. En dat wordt een grote verrassing. Maar dus nu ook bij ons gaan we kijken wat de voorlopige prognose is van de parlementsverkiezingen 2012. Daar zijn ze, VVD 31 zetels. Nu gaat naar 41 zetels. Een absoluut... Hey. Precies, een absoluut record. PvdA 30 gaat naar 40 zetels, maar één too close to call. PVV 24 zetels, ernstig verlies, min 11. Dat hebben ze nog nooit meegemaakt. CDA 13 is geen onverwacht verlies, maar niet leuk voor de... SP blijft op 15, geen enkele winst. Ook dat is een grote verrassing. D66, 12, 2 zetels winst. GroenLinks zit op 10, gaat naar 4, 6 zetels. Geen verrassing voor mevrouw Sap, ChristenUnie. Ja, dat is even slikken. Amsterdam, ja, 1 zetel. Wel derde partij, 40 zetels. Ja, maar dit is... Dit kan toch niet? Nou ja, de SP is al niet hard gejuicht. De CDA, een middenpartij geworden. SP, ja, dit is een grote, dat is echt een grote teleurstelling. Roemer dacht ooit in deze wedstrijd mee te kunnen doen. Hij had zich erbij neergelegd dat hij dat niet haalde, maar dat hij toch nog een aantal zetels zou winnen. De vorige keer sprak hij over een nederlaag met een gouden randje, want toen was die 15 was nog mooi. Dit is gelijk blijven met een rauw randje, want 15 zetels na zo in de peiling omhoog te zijn geschreven, moet wel niet een kater kloppen. Zijn voor Roemer. 15 zetels op zichzelf is nog steeds een behoorlijk aantal voor een partij, dus de SP. Volgens die voorlopige prognose staan op 15 zetels. Ronald van Raak.
U hebt niks verloren, dat staat. Maar u hebt natuurlijk ook helemaal niks gewonnen, terwijl dat er zo in zat. Zijn er consequenties te verwachten of is het wel goed zo? Nee, we hadden gehoopt op goud of zilver. Het is brons geworden. Dat is een medaille. En we gaan straks natuurlijk evalueren. Maar ik weet ook dat de campagne in de afdelingen met de leden, dat is een enthousiaste campagne geweest. En, weet je, hebben we al plannen getrokken? Ja, maar die wil je niet weten. Nee, die wil ik niet weten, nee. Nee, dat is nou eerlijk zijn. Dit is gewoon ongelofelijke diepe shit. Het is gewoon een zware teleurstelling. Natuurlijk ga je dat daar mooi op vertellen, maar dit is gewoon balen als stekker. Dit hakt erin. Huh? Dit hakt erin. Een rijke traditie van verkiezingen winnen. En ook een rijke ik weet het allemaal, Tini. Ik weet het allemaal. Rationeel klopt het allemaal. Ja, maar dat zijn we nou, rationeel. Ja, maar ik nog niet. Nee, het is nu volgens mij zaken in de gaten te houden wat je wel hebt. Ik bedoel, de derde partij van het land, kom aan, hè. Voor de Socialistische Partij. Ja, we hebben later, zal ik je nog eens wat vertellen. In 2003 ging ik van 21 terug naar 9 uiteindelijk. Maar de keer erop had ik ze wel. Denk daar maar eens over na. Geslagen, alles behalve dat. Wij zijn de derde partij van het land. Ik beloof jullie één ding. Ze zijn nog bij lange na niet van mij af en nog lange na niet van jullie af. En beste vrienden, ja, ik ben teleurgesteld. Het zou gek zijn als je een paar weken geleden zo hoog stond en op de verkiezingsavond er 15 of ongeveer overhoudt, dan mag je ook teleurgesteld zijn. En dat duurt ongeveer 5 minuten. Onze campagne voor de volgende verkiezingen, die beginnen namelijk gewoon weer vandaag. Al die dingen waar wij voor staan, daar gaan wij de komende jaren voor knokken. Of het nou in of buiten het kabinet is, dat zien we de komende maanden wel. Maar ze komen ons overal tegen, nu, morgen en de komende jaren. Dank jullie wel. Van je hele campagne. Geweldig. Godverdomme, ziet u wij allemaal in de rat? Ja, en dat komt ook wel goed. Ja, dat is goed, man. Ja. Uit het hoofd. Zoals je daar stond. Ja, voldoende. De taal was goed. Alles was goed. De volgorde was goed. De inhoud was goed. Hoe het stond was goed. Jongen, 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 jongen. Ja, ja. Ja, jongen.